Hier zie je een van die nesten die weggehaald zijn. En bij al die nesten zie ik dezelfde voetsporen. Kijk, als ik er zelf voor ze zijn zo klein. En bij al die nesten dezelfde voetsporen. Maar liefst 13 nesten gingen eraan. In één nacht. En dat dit nest gered werd, is een kwestie van puur toeval. Toevallig heb ik dit ene nest is overgebleven. Dat heb ik verplaatst omdat ik s'avonds toch heel ongerust was. Omdat we toch wel redelijk wat verstoring hebben veroorzaakt bij het opzoeken van de legsels. Ik denk, deze ligt hier vooraan. Die zit er nu al een tijdje op. Die leg ik aan die kant weg. Maar wie ze ook steelt, in Nederland raken de dieven de eieren niet kwijt. Want de vogels zijn hier beschermd. En daarom moeten ze er wel mee naar het buitenland gaan. En dan nemen ze ze hier mee. Dan worden ze thuis in de broedmachine verder uitgebroed. En dan worden ze daarna als kuiken of als vogel verkocht. En dan worden ze waarschijnlijk in een foyer gehouden. Of weet ik niet wat ze er verder mee doen. Omdat vogelbeschermers de nesten markeren om te voorkomen dat boeren er met hun tractoren overheen rijden, maken ze de dieven wel heel gemakkelijk. GPS-markering is daarom een betere oplossing. De politie onderzoekt de eierdiefstallen en hoopt de daders op heterdaad te kunnen betrappen.